Goedemorgen, goedemorgen. Deze morgen weer een dag zonder zorgen. Voorlopig dan toch. Dat gaan we zo meteen verder bespreken voor nu. Maar als ik mag ze vragen om jullie mijn dienst of een gunst te bewijzen, like deze YouTube-video. Dat is het enige dat ik vraag. Dus echt, stel twee keer niets voor, mensen. Gewoon op dat knopje duwen en klaar. 9 na 9, 23 mei. Welkom bij Fairtijden. Mijn naam is Stijn. En laten we zonder verder op, want goud er gewoon mag in gaan vliegen. We zien Bitcoin op de daggrafiek momenteel. Wat merken wij? Er zijn een paar dingen die zeer, zeer frappant zijn. Dit bijvoorbeeld, de volatiliteitsmeting. Die staat hier helemaal onderaan te brengen momenteel op een 2,25%. Wat betekent dit? Wel, als we die gaan uitmappen, ik ga die in het geel stoppen momenteel, dan gaan we merken, ik heb het gisteren eigenlijk ook al gedaan, telkenmalen wij zo laag komen. Hè. Ik ga een paar voorbeeldjes aanhalen. Excuseer, een paar valt eigenlijk best wel nog mee op de Bybit-grafiek. Die hebben niet superveel data staan momenteel dan toch. Telkenmalen we op die gele lijn komen of net eronder, dan weten we dat we op een zeer, zeer laag volatiliteitsniveau zitten. En wat weet je, het is een volatiliteitsmetingstool, die meet de volatiliteit, hoe lager die is, hoe logischer of hoe dichter we bij de bodem zitten van die volatiliteit, hoe hoger en hoe groter de kans dat we van daaruit een toename kunnen waarnemen van volatiliteit. Ik hoop dat ik het zo simpel als ik maar kan heb uitgelegd wat wij hier eigenlijk mee doen. Uiteraard, om een keer ook aan de bovenkant zitten we high probability op het einde van de volatiliteit. Ik ga het niet zien, denk ik. Zalig. We hebben ze nu even gemarkeerd. We gaan kijken wat dat dit ons weergeeft op de grafiek. Zie je hier de eerste meting. Zie je net voor een gigantic move-up. Bij die lage volatiliteit zaten we toen ongeveer met een move-up van... Even de... meting uitzetten. Wacht hoor, ik ga een ander tooltje nemen. Ik ben niet aan het klungelen, ik ben gewoon aan het klungelen. Dan zie je dat we daar een meting hebben van, zie je, de volatiliteit, een goede 68%. Dan krijgen we een tweede volatiliteitsmeting, krijgen we een neerwaarts move, 24% down. Dan de volgende volatiliteit brengt ons naar de volgende low volatiliteitslezing. Min 36%. Dan de volgende brengt ons eerst initieel naar beneden, maar duidelijk overmeten move is 22. Naar boven, dan de volgende meting brengt ons naar een low van min 32. Dan de volgende meting brengt ons naar een low van 42%. Dan opnieuw een volatiliteitsmeting naar beneden toe. 26. Dan een volgende die eigenlijk een kleine meting heeft, 4%. Dan opnieuw een meting naar boven, 11%. En dan hier een kleine meting naar boven, 11%. Wat wil ik eigenlijk vooral gaan aantonen, is dat wij sedert vandaag zeker, krijg bij de volgende meting hier zelfs, krijg 85%. Wat ik vooral ga aantonen, lieve mensen, is dat we telkenmale wij een verticale rode lijn kunnen produceren aan de hand van de volatiliteitsmeting, dat wij aan de vooravond staan van een grote move. Opwaarts move 63, dan 22, dan hier een kleintje van 12, dan nog eentje van om en bij de, wat is het hier, een 12 ook, en dan 86. Als ik heel snel, maar echt supersnel, en met de natte vinger een gemiddelde moet nemen, dan kun je zeggen dat we ongeveer een move van een 20% kunnen verwachten. Dat kan een stuk minder zijn, maar het kan ook best wel een pak meer zijn. Als wij dit opwaarts zouden gaan projecteren van hieruit deze meting, een goede 20%, dan kan Bitcoin ongeveer rond de 33k uitkomen bij deze move. Of, want dat zijn de gemiddels een stukje lager of een stukje hoger, maar laten we het gemiddelde nemen. Dan spreken we dus van een goede 20% neerwaartse bewegingen. We zien hier een daling van 36, 32, 42, dan eentje van 26, dan 3, dan 9. Laten we ook hier een gemiddelde nemen. Dat zal eigenlijk ongeveer is ook wel rond de 20% zijn. Als we van hieruit gaan meten naar beneden een goede 20%, dan komen wij uit op een 21,5, 22. Dus downwards. Potentieel volgens de volatiliteitsmeting
neerwaarts ongeveer rond de 22, opwaarts kunnen we zeggen ongeveer rond de 33. Dat wil ik als eerste instantie meegeven. Ik heb het ook al een paar dagen gezegd, er zit een move aan te komen, de grote move op en rond de 20%. Wel, er is, excuseer, dit is mijn reden, mijn geloof, gefilterd uit data, waar wij naartoe kunnen gaan. Dan is de vraag nu natuurlijk, welke richting kunnen wij uitgaan? Wel, dat valt mij eigenlijk al zeer snel op, momenteel, ik wil nadruk leggen op momenteel, is onze volumelezing zit eigenlijk al boven de helft van gisteren. Zelfs boven de helft van meerdere dagen geleden vanuit deze range. Met andere woorden, we zien een toename in volume. En we kijken naar de prijs, voor nu althans, ook toename in prijs. Als wij dit weten vast te houden vandaag, dan is er een high probability dat door deze lezing van volume, prijs gaan we boven ondersteunen. De volume is een rechtvaardige bullish prijsactie. Dan kunnen wij verwachten dat wij verder naar boven toe gaan evolueren. Dan merk ik ook op de STC, vraag mij zelfs niet wat dat is, maar ik weet wel, ik heb iets zeer moois en iets zeer leuks toevallig tegengekomen, het is niet van, van mezelf. Je kunt het zelf ook makkelijk doen. Je zoekt in indicators UT-bot alerts, dan eventueel de whole suit by Insilico. Als die aanvinkt, dan krijg je deze lijn voorgeschoteld. En wat merk ik? Stelke malen wij aan de onderkant zitten van de STC en we kleuren groen en bij de eerste tik naar boven, gevolgd met een buy label en boven de hull suit, dan heb je eigenlijk een zeer goed long signal te pakken. We hebben een paar voorbeelden, ze zijn vooral zeer, zeer duidelijk. En vind ik zelfs zeer toegankelijk op de lagere timeframes. Dat ga je bijvoorbeeld hier zien op de 4 uur, daar hebben we best wel wat de resultaten, dan zie je het hier bijvoorbeeld. Kijk, we krijgen een tick-up. We krijgen een buy label door de bot. Zit boven de hulsuit. En dan kun je een opwaartse move verwachten. Dat is ook hetgeen dat we hier eigenlijk terugvinden. Omgekeerd, bij neerwaartse moves ga je ook terugvinden. Hier bijvoorbeeld krijgen wij een, dat is geen duidelijk voorbeeld hier. Neerwaartse STC. We krijgen een sell label. Onder de hull move een high probability move naar beneden toe. Als we dat projecteren op dagniveau, dan merk ik dat we hier onderaan zitten. Dus het eerste aquarium nog geen tick-up. We proberen boven de hull suit te gaan sluiten vandaag. Al eigenlijk kan ik meegeven, de laatste binnen 2 à 3 dagen kunnen wij een buy label krijgen. Als dit gebeurt, dan zal dit een gerechtvaardigde move opwaarts zijn. En dat heeft hem tot nu toe al steeds bewezen in het verleden. Goed, los daarvan. Als we kijken, dus volume hebben we geanalyseerd. Momentummeting, die zat gisteren, dat was op weekniveau, tenminste op dagniveau, blijven we nog steeds een opwaarts momentum printen, wat zeker nodig is vandaag een close boven bovenkant momentummeterbal voor nu. Boven afgrond 27k, daar willen wij vandaag boven sluiten. Dat is zeer belangrijk voor nu. Favoring the bulls op dagniveau. Kijk in de orderbox, we komen van steun. Weerstand zit op 30k, 31 en 32. Ook hier dichter bij steun dan bij weerstand. Dit is bullish. Suts dichter, denk ik. Nee, zit er momenteel tegen weerstand aan. Dus hier een close boven 27.400. Als dit gebeurt op dagniveau, high probability dat we regio 30k-ish opnieuw gaan hoeven. Hier blijft het afwachten. Altimeter kan vandaag opnieuw groen kleuren. Dit is ook een zeer interessant aspect als wij vandaag dus een, kunnen afsluiten als een, zijn een bullish dag. Dan nu nog meer favoring the bulls. VPVR, lokaal zitten we hier met een weerstand op deze ranging op een rond 28.000. Als we gaan uitzoomen en kijken naar de move up alleen, we merken dat we duidelijk boven point of control zitten. Dat we terug in deze volume node aan het klimmen zijn. Ook dit hadden wij nodig. Zeker gisteren hadden dit nodig. En je ziet hier, we houden weer vast aan de onderkant. Op zich nog steeds goed. Bij weerstand deze grootste volume node, 28.000. Kunnen daar boven closen. Heel gemakkelijk 30k. Enzovoort enzovoort. Dus opnieuw ook hier, favoring the bulls, momenteel. Maar als wij een swingfill pattern zullen krijgen, dus een plotselinge grote verkoopdruk, dan gaat dit een swingfill pattern zijn voor de bears met de momentummeting die zij ontklaren. Dus kun je dat opnieuw gaan flippen neerwaarts. Maar voor nu moeten we de data respecteren en aflezen zoals dat is.
favoring the Bulls. Goswin Channel hadden we gisteren ook aangegeven, zit aan de onderkant van de band. Opwaarts is likely hier eerste weerstand 28. Eigenlijk begint alles te duiden op die 28. Kunnen we daar boven sluiten? Dan kunnen we free ride vlak aan de bovenkant van de Goswin Channel 29,5. Dus ook hier nog steeds favoring the Bulls. Geen closes eronder. Geen closes onder 26,5. Daar komt het eigenlijk op neer. Trading ranges. Dat is het enige dat mij momenteel opnieuw zorgen baart. In hoeverre dat je dat ook kunt noemen, zorgen baart. Is dat we gisteren opnieuw geclosed hebben onder onderkant van de trading range. Onder 26.119. Hier opnieuw dezelfde statement. Wij moeten sluiten op dagniveau boven 26.119. Om de trading range steun terug te gaan reclaimen, herwinnen. En terug te kunnen spreken met grotere zekerheid. Gezien enkel alleen vanuit de trading range perspectief, regionen 30.184 en 33.450 om te beginnen. Mochten we vandaag opnieuw eronder closen, dan ben ik heel zeker, maar 100% zeker, dat wij regio 25.400 gaan zoeken en heel, of high probability, 23.800. Want dit is een bullish swingveld pattern. Hier staan allemaal stoplosses eronder. Zelfs al niet hieronder regionen 26.300. Die stoplosses van die long staan hier, doordat we hier een bullish swingveld pattern hebben. Als wij naar beneden zouden gaan treden, vandaar dan gaan die stoplosses geactiveerd worden. Elke long stop wordt een sell. Elke aankoop met een stoploss eronder, als die wordt gehit, dan wordt de stoploss omgezet in een verkoop, waardoor hij nog meer verkoopdruk gaat creëren, waardoor hij een waterfall effect gaat krijgen, en dus een zeer gegarandeerde diepe move naar beneden. Dus we zijn hier letterlijk nog niet out of the woods, zoals dat ze zeggen. Worden we hier uitgetikt vandaag of morgen, ja, dan krijgen we een waterfall effect naar beneden, dan gaan we hard dumpen. Absoluut, absoluut, absoluut. Dus dit is momenteel bullish, maar we mogen niet meer naar beneden gaan. Ik denk dat dat zeer duidelijk is. En mijn eigen geknutselde indicator momenteel doet het nog steeds zeer, het is zeer merkwaardig, maar hij doet het eigenlijk best wel goed. Ik kreeg een zeer vroege sales al en dan bijkomend zelfs om bij te gaan shorten bijvoorbeeld. Vandaag zien we dat we aan de bovenkant zitten van deze clusters. Kunnen wij sluiten boven de witte lijn, boven 27,5. High probability dat we morgen verder naar boven toe gaan trekken. Ook hier geen closes onder de blauwe lijn, dat is de laatste. Geen close onder 26,600. Het wordt zeer spannend, je ziet. We worden gesqueezed, zeg maar. Wat wil ik nog meegeven? Ik ga dat op Bitstamp doen. Wat wil ik nog meegeven is dat wij... Dit hebben left shoulder, right, of head, right shoulder. En dan hebben we hier een neckline. Ik ga even moeten wissen. Dus we hebben hier een left shoulder, head, dan een right shoulder. Dat is een reversal patroon met een measurement target naar beneden toe. Wat valt mij op? We krijgen onze breakdown. We doen een bearish retest. Tot daar bearish minded. Ja? Maar ik merk dat wij vandaag opnieuw proberen erboven te sluiten. Kunnen we dit doen? Dan staan er hier gigantisch veel stoplosses voor de shorts. Elke sell stop, elke buy stop tenminste. En dus als iemand short gaat, zijn stoploss wel eigenlijk zelfs die hit wordt dat hij niet meer gaat in zijn short zitten, maar dat hij dus gaat bijkopen, zal dus meer koopdruk gaan genereren. Met andere woorden, gaan wij vandaag hierop gaan tikken of morgen gaan die buy stops geactiveerd worden, wordt er meer gekocht, dan kunnen wij een short squeeze krijgen. Met andere woorden, het inverse head and shoulders pattern, of het head and shoulders pattern tenminste, zal invalide worden, waardoor dat de shorts volop long gaan of een stops laten afgaan. En dan kunnen wij een stevige, en onthoud mij gewoon, een stevige pump krijgen, het makkelijk terug targets regio de bovenkant. Wat ga je eigenlijk hier gaan doen bij dit patroon? Als het failt of mislukt, dan ga je die measurement target boven gaan plaatsen. Dan zie je dat we zeer makkelijk opnieuw naar deze toppen kunnen toe gaan werken. We zitten aan de vooravond nogmaals en dat zien we via verschillende indicaties, patronen, volumemeting, mijn eigen tekentools enzovoort enzovoort. Dan merken wij dat wij op de vooraanstaan van een zeer heftige move. En dan, om af te sluiten. Ik ben daar alweer. Neerwaartskanaal. Weerstand, steun, weerstand, steun, weerstand, steun, steun,
Weerstand, steun, steun, steun. Houden we vast. We zien hier ook die squeeze gebeuren. Een soort falling wedge of een wedge-achtig patroontje. Maakt op zich niet veel uit. We naderen hier ook het einde. Je ziet dat we lichtjes aan het uitbreken zijn. Als we kunnen vasthouden. Ik verwacht ook hier nog steeds, als wij bullish blijven, dat wij met redelijk gemak en over tijd, uiteraard over tijd, makkelijk 40k kunnen gaan. En ik zie het gebeuren dat we hier naar boven gaan, dan eventueel nog een kleine dip, en dat we dan deze shorts eruit gaan squeezen, en dan ga je zien dat we heel hard naar boven toe gaan trekken. Het kan zijn, dus bij uitzondering, maar het kan zijn dat wij gewoon vandaag al squeezen, door alle shorts eruit te tikken, dat we nog hoger gaan, en dat we deze shorts hier op 30k eruit tikken, en dat we dan gewoon bam, een pump krijgen. Dat kan goed zijn dat we in 2-3 dagen tijd al 37k en hoger kunnen waarnemen. Ik zeg dit niet om te gaan dromen, dat is geen zekerheid, maar het is een probability of een mogelijkheid. Ja? Goed, ik denk dat we er zijn dat we kunnen gaan afronden. Bitcoin, dit is mijn algemene conclusie, moet vandaag sluiten boven 26.919 volgens de trading ranges. Er komt een zeer, zeer, zeer grote move van door de volatiliteitsmeting. STC staat ook onderaan. Mijn zelfgeknutselde indicator geeft ook opnieuw kans op bullishness op hier om de 12 uur. En dan gaan we hier zien. Krijgen we verder onze buy labels. Dus dit is nog steeds positief. Hebben we eigenlijk al gehint op 17 mei. We sluiten opnieuw boven deze cluster. Dus dit is positief. 12 uur bullish. 6 uur bullish. 4 uur bullish boven de clusters. Buy labels ontbreken nog. 3 uur boven de cluster. Met buy labels ook bullish. 2 uur bullish. 1 uur bullish. 45 bullish. 30 minuten bullish, begin wat af te zwakken. En in de 15 minuten gaan we een tijdelijke ranging zien. Zo niet een potentiële reversal op de lagere time frames. Maar dat is het dan ook. De overgrotendeel is bullish. Tot aan de 12 uur nog niet. Wat we nodig hier is die close boven 27. Algemene conclusie, favoring the bulls nog steeds. Duidelijke line in the sand. Geen closes onder 26.500, zoiets. En we hebben closes nodig boven 27,5 om een grotere move upwards te kunnen gaan waarnemen. We staan aan de vooravond van een big, 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 big move. 20% zitten de cards. Geniet ervan en reageer of anticipeer zoals of wat je ziet op de grafieken en niet wat jij wil. Dankjewel voor jullie tijd en aandacht. Hopelijk halen jullie hier nog steeds meerwaarde uit. Dankjewel ook voor de like en tot de volgende dag, analyse. Ciao, kus.